Nogmaals, welkom dames en heren hier op de trainingstal van Erwin Splithof in Bladel. Also, welcome here at the place of Erwin Splithof in Bladel. We starten nu met paard nummer 1 en dat is Frida van Plexat. Dat is een jonge tjalke uit een beertmoeder. Fokker-eigenaar is C. Schreuder uit Brakel. De stokmaat van deze merrie is 1,66. The height of Withers is 1,66. Ja, dames en heren, dit was dan ons eerste paard. Dit is Frida van Plexat, de jonge tjalke uit een beertmoeder. Het is een correct gebouwde merrie, iets neerwaarts gebouwd, maar goed in verhoudingen. Een merrie die ruim voldoende rasuitdrukking heeft, zou iets langer in de hals kunnen. Ook voldoende in lengte in de nek. Het paard heeft correct beenwerk, geen bemerkingen. Dan de kwaliteit van de stap. Het paard stapt met voldoende ruimte, voldoende kracht en ook in de lengte is goed. Zou daarbij iets meer bovenlijn gebruik kunnen laten zien. In de draf, dan maakt het paard zich, neemt wel houding aan. In het geheel zou het iets meer opwaarts willen zien,
maar heeft wel ruimte. Hij heeft veel buiging in het spronggewricht, wat ruim voldoende onder de massa wordt gezet. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is coming in a studbook as a star mare with a second premium. Correct horse and the trot and the walk is sufficient. En dan gaan we zo meteen verder met Faro van Wazehof. Dat is een hengst van Alven keer Schauke. De stokmaat is 1,67. The head of Wizards is 167. We just have to wait for a moment and then we start with the second horse.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de laatste keuring en van de laatste keuring van deze dag en het laatste paard. Dit is Faro van de Wazenhof en de jonge Alwin uit een Sjouke moeder. Het is een hengst met jeugdige uitstraling, gebouwd in goede verhoudingen, sprekend hoofd daardoor veel rasuitdrukking, ook goed verticaal gestelde hals, goede bovenlijn, goed in verbindingen. De stap zou iets meer souplesse en zou ook wel wat realer kunnen zijn. De draf waardeert deze hengst zich op. Hij neemt veel houding aan in de draf. Het goed gebruik van het voorbeen, wat ver wordt weggezet. Het achterbeen zou misschien een tikkeltje sneller kunnen, maar wordt wel goed onder de massa gezet. En komt daarbij tot dragen. Heeft niet veel tempo nodig om tot deze manier van draven te komen. Al met al is deze hengst een sterhengst. Dit is dan tevens onze laatste paard, zoals ik al zei. Morgen gaan we weer verder met deze keuring en dan zitten we in Friesland. Dan zal Sabine het overnemen samen met Piet Bergsma. We doen het op deze manier. Dank je voor de aandacht en tot een volgende keer. This is a Star Stallion today. Good in racial type and very good in trot. So that was our last keuring. Tomorrow we go on with the keuringen and then we are in Friesland again and we start at 10 o'clock. Piet Bergsma and Sabine will do the keuring then. Thank you very much.